Joost Vullings, Jan Mulder, Primera de Kiesjoen, Peter R. de Vries. Dit is De Wereld Draait Door. Peter R. de Vries, Diederik Jekel, Tina Riven. Leona Filippo, Peter R. de Vries. Primera de Kiesjoen, Peter R. de Vries, Richard Korver. Peter R. de Vries, Sven Vrigé. Peter R. de Vries, Frank Salmeijer, Suus van den Akker. Peter R. de Vries, Jasper Krabbe, Magnus. Peter van der Meers, Andrew Makkinga. Peter R. de Vries, Tafelheer, Tom Egbers. Peter R. de Vries, Irene Kees, Joks van Veen. Peter R. de Vries, Tanja Jes, Pieter Derks. Peter R. de Vries, Lucas Waagmeester, Sander van Hoorn. Dit is Peter R. de Vries. Draait Door. Versus de Vries morgen. Ja. Interessant. Ja. Toch? Ja. Ingespannen? Nee, ik niet. Ik denk hij. Ja? Ja? Dat klinkt vol zelfvertrouwen. Nou ja, goed, hij staat terecht. Ja. Dus, ja. Holleder staat morgen voor de rechtbank. Hij moet komen, denk ik, of niet? Ja, ik heb begrepen dat hij komt. Ja, ja. En dat heeft te maken met de aangifte die jij hebt gedaan. Ja. Het was april 2013. Ja. Jij zat gewoon thuis. Hij belde aan. Er werd gebeld. Ja. En daar stond Willem Holleder. Deed jij zelf open? Ja, ik deed zelf open. En daar stond hij? Daar stond hij, en toen? In vol ornaat met een motorjas aan, een helm op, handschoenen aan. En het was 22:00 avonds en ik dacht wel van, wat krijgen we nou? Wat moet die hier? En ik deed de deur open en eigenlijk op dat moment zag ik al wel dat het mis was. Dat hij opgefokt was. En toen begon die ook eigenlijk meteen, ik zei, hey Willem. En toen zei die, begon die eigenlijk meteen van, ik wil niet mijn naam in die film, niks meer. En klaar en dat je het goed begrepen hebt. En ja, de Heineken-ontvoering, de nieuwe Amerikaanse versie. De verfilming daarvan, ja. Dus ik was eigenlijk heel verbouwereerd. Want in een eerder stadium had hij daar zelf zwart op wit met zijn handtekening erbij toestemming voor gegeven. Dus ik snapte helemaal niet wat hij kwam doen. Maar ja, op het moment dat ik tegen hem zei van ja, maar waar heb je het over? Nou ja, ging hij door het lint. Wat betekent dat? Sloeg hij je? Nou, hij sloeg me niet, maar hij stond wel dreigend voor me. En ik had toevallig thuis net gesport en ik had alleen een trainingsbroek en een t-shirtje aan en stond op blote voeten. En hij stond daar in zijn zware motorkleding met helm en handschoenen en zo. Dus dat was wel een verschil. Jij kan het toch aan, of niet? Ken je hem aan? Die man is toch hartstikke ziek? Daar ga ik niet over speculeren. Maar zei het op het een knal tegen de grond, of niet? Nou ja, ik ben blij dat je me dat allemaal toedicht, Matthijs. Fijn dat je me daarvoor aanziet. Maar goed, hij ging toen wel door het lint en begon te schreeuwen. En ja. Maar waarom heb je aangifte gedaan? Waarom zag je het niet als een... Ja, jij kent hem, zover daar sprake van is. Je denkt, ja, goed, dat kan gebeuren. Zand erover. Nou, nee. Kijk, ik kan normaal gesproken best tegen een stootje. En als ik inderdaad aangifte moet doen tegen iedereen die wat tegen me roept of op internet daar wat over schrijft, dan kan ik daar wel een dagtaak van maken. Maar ik vind, hier is een grens overschreden. Hij kwam 's avonds om 22:00 bij mij thuis. In aanwezigheid van mijn echtgenote heeft hij mij herhaaldelijk, het was niet één keer die avond, maar herhaaldelijk fors bedreigd, zeer agressief van toon. En ja, dan ben ik daar wel principieel in, dat ik zeg van, luister, ik laat me op die manier door niemand, wie het ook is, of dat Willem Holleder is of iemand anders, laat ik me bedreigen en doe ik gewoon aangifte. En ik denk ook dat je dat signaal moet geven. He, er zijn al te veel mensen die in dat soort situaties geen aangifte durven doen. En het zou natuurlijk ook heel raar zijn. Ja, stel dat je dat niet doet, wat is dan het volgende? Dus ik heb echt geen moment getwijfeld. En 5 minuten nadat hij bij mijn deur verdwenen was, heb ik de politie gebeld en gezegd van dit is er gebeurd. Waarom hebben ze hem toen niet voor dit vergrijp, want het mag natuurlijk inderdaad helemaal niet gewoon opgepakt? Nou, dat is iets waar ik me ook wel over heb verwonderd. Hij was toen nog niet zo lang vrij. En als je dan ziet met hoeveel inspanning ze altijd achter hem aan zitten en dan... Ja, ook vaak zich erover beklagen dat mensen geen aangifte durven te doen en dat mensen bang zijn. En dan is er een keer iemand die aangifte doet en die dat... Morgen bij? Nee, ik ben er niet bij. Ik ben geen getuige in de zaak, ben niet opgeroepen. Wil je er niet bij zijn? Nou, ik denk niet dat mijn aanwezigheid bijdraagt aan de zaak. En die beelden, dus jij hebt ik kan me iets bij voorstellen. Je hebt de camera's op de voordeur staan, dit en dat en dat. Toen was die weg. Dan ben je natuurlijk meteen gaan kijken of het erop stond of niet. Nou, het gekke was dat ik daar aanvankelijk niet eens aan dacht. En ik had al de politie gebeld van dit en dit is gebeurd. Ik wil aangifte doen. En de politie kwam. En toen ineens pas waren we denk ik al een uur verder. En toen dacht ik, oh, maar verhip, dat is natuurlijk opgenomen. Was ik helemaal vergeten in de consternatie. Nou, toen inderdaad terugspoelen. En stond er ook. Dankjewel. En rare dag morgen. Gewoon wachten tot er een twittertje komt. We gaan het zien. Dankjewel, Peter. Ja. Okay. Ja, morgen dus staat Holleder voor de rechtbank in Haarlem voor de bedreiging tegen Peter. De zaak... Mafia's hier.
Hé, hey, daar hebben we hem. Hé, hey, kerel. Na al die jaren. Waar zie ik je een keer? Hè? Laffe hond. Hé, mijn de val op voor je maffiavriendjes. Laffe hond. Schiet blijf op. Blijf van me af. Ga weg. Kies op. Laffe hond. Laat me niet uit. Houd je, oh, wat doe je dan? Houd je geen uit. Houd je geen maffiajournalist erbij, hè? Nee, inderdaad. Ga naar binnen, lafhaat. Vieze lafhaat.